Welkom op het YouTube-kanaal van Meerbeek Caravans & Campers. Wij van Meerbeek zijn al meer dan 40 jaar lang leverancier van topmerken. En dan moet je denken aan de merken zoals Adria, Hobby, Vent, LMC, Bici. We hebben ook een camperafdeling. Normaal opereren we vanuit Doetinchem, maar vandaag zijn we op uitnodiging van de Adria-directie in Slovenië. Novo Mesto, het geboorteland van de Adria Caravan. En ik heb nu het voorrecht jullie echt een topper te mogen laten zien. Dat is de Adria Astella 663 HT. Laten we eerst even naar de buitenkant kijken. Loop maar even met me mee. Kom, ik draai de camera even om. Kijk, hier zijn we aan de buitenkant van die Adria Astella 663 HT aangekomen. We beginnen even bij de voorkant. Wat daar opvalt, dat het natuurlijk een hele mooie brede caravan is. Hij is 2,50 meter breed. Hij heeft een voorraam erin en een panoramadak. Wat dus heel veel licht en gezelligheid in de caravan brengt. Wat ook opvalt aan de voorkant, dat hij dus een hele brede dieselbak heeft. Heel groot gemaakt. En als je naar de zijkant kijkt, zie je dat hij opgebouwd is van polyester. Hagelbestendig. Let ook op de mooie velgen. Dit is een tandemmassa. Tandemmassa betekent vier wielen, meer rijcomfort, meer laadvermogen. Ook valt ook op de kaderramen. Dat zijn de luxe ramen die normaal in de dure campers gebruikt worden. Die zitten hier standaard ook in deze Astella. Twee stuks. Daar zit ook eentje achter. Die zit bij de slaapkamer. Daar gaan we binnen dadelijk bekijken. Dan komen we bij de achterkant van de caravan. Mooie moderne achterlichten. Alles van LED voorzien. Mooie robuuste handvaten eraan. Let op de diffuser die aangebracht is. En helemaal bovenop zelfs een derde remlicht. Mooi hoog gemonteerd. Wat super veilig is. We kunnen in deze omgeving er mooi rondomheen. En dan zien we aan deze kant van de caravan zien we dat aan links achter het de toilet zit. Met het wc en het wc-raampje. Mooi grote serviceluik onder het queensbed. Dat gaan we binnen dadelijk bekijken. Weer die twee mooie wielen van Adria. Het zijn een geweldig mooie velgen zijn het. Die geven die caravan natuurlijk een super goed weggedrag. Maar vooral, het is ongelooflijk mooi. Deze heeft nog een douche-aansluiting. Watervulopening. Ventilatieroos van de grote koelkast. Dit verraadt al een beetje dat er een grote koelkast in zit. Afzuigkap. En een apart luik voor je bagage, dat je aan de zijkant er goed bij kunt. Want vooraan in die dieselbak, daar gaan de gasflessen in, daar staat je reservewiel in, daar heb je heel veel opbergruimte. Dat zijn de highlights van de buitenkant. Nu gaan we naar de binnenkant van die 663 HT, model 2025. Wauw, hier zijn we aangekomen bij dat interieur van die Alpina 663 HT. Laten we in het midden beginnen. Een geweldige zit zit hierin met gigantisch zitcomfort. Je moet er eigenlijk even komen proberen bij ons in de showroom. Mooie ronde hoekkussens, hoofdsteunen erin, sierkussens erin. Een hele mooie afwerking naar boven met de vliegtuigmodel bovenkastjes, waar ook heel veel bergruimte in zit. Ik zal er even eentje open doen hier in Novo Mesto. Veel bergruimte. Achterlangs zien we de ventilatie. Dat heeft ook met de alderverwarming te maken. Hier zit het allerbeste verwarmingssysteem in wat in de kampeerbranche beschikbaar is. Standaard gemonteerd. Dat betekent dat je de caravan kunt verwarmen op gas en elektrisch. En je hebt 10 liter boiler. En hier word je daar bijna stil van, hè. Kijk eens, een mooie loungebank. Hij is elektrisch verstelbaar, dus je kunt hem precies naar je eigen stand zetten. En dan kun je super comfortabel ontspannen. En dan weet ik ook zeker, als je hier een poosje in zit, kom je ontspannender terug van de vakantie als jij weg bent gegaan. En dat is het doel van het kamperen. Gaan we boven langs die mooie bovenkasten weer. Dan zien we hier de techniek van de caravan zitten. Het aldersysteem ook, het verlichtingssysteem. Super mooi ingebouwd. En dan zien we de keuken aan de kopse kant. De keuken zit dus voor in dit model. En hier zit echt een mega keuken in. Een droomkeuken, zou ik het wel eens voor zeggen. Je hebt heel erg veel kastruimte. Met alle luxe voorzieningen. De oven zit erin. Een gasoven standaard. De wasbak met warm en koud water uiteraard. De drie gaspitten die elektronisch ontsteken. Daar heb je dus geen vuur meer voor nodig. Veel aflegruimte. Ook in de vensterbank hier voorin. De mooie afwerking van het raam. Keukenraam, of zo maar te noemen eigenlijk. En dan zien we hier de skyroof panoramadak zien we zitten. En dan komt daarnaast zien we dus de koelkast. De XXL koelkast van Tedford. 190 liter. Groter zijn ze er gewoon niet. Zit hier gewoon standaard in. Vrieswak apart, koelkast apart. En hierboven zit nog een leuke verrassing. Push, wat erop staat doe ik. En wat zien we hier? De magnetron zit er ook nog in. Alle luxe aan boord. Het is ongekend. Hier zien we nog de afzuigkap zitten. De schakelaar ervan. Maar hij zit er boven het kooktoestel. Standaard gemonteerd. Die Astella heeft werkelijk alle luxe aan boord. Als we langs de zit lopen, met de mooie blauwe bekleding, zien we daar een hoekige Bluetooth systeem zitten. Standaard zit er gewoon een stereo systeem in. Dus de muziek die je op je telefoon kun je zo streamen. Heel makkelijk. En zien we hier het queensbed, waar we heel makkelijk omheen kunnen lopen. Mooi rond eromheen. Allebei eigen kasten, veel bergruimte, hangkasten erbij, kleine kastjes eronderin. Stopcontact op alle punten ruim voldoende aanwezig. Dit is een model met ook de airco, dus op alle momenten gewoon perfect klimaat. En achter de schuifdeuren zit een mega wellness. Een super badkamer. Mooi Tedford toilet. Met raam, hor en verduistering. Extra bergruimte
achter de kastjes. Dus heel veel bergruimte erin. Ook onder de wasbak. Hier zien we de mooie moderne spiegel zitten met indirecte verlichting. En aan de rechterzijde, dan zien we hier dus de complete douche-installatie. Ook die alto-verwarming zit hier ook weer doorverwerkt. Dus zoals ik net al uitleg, die alto-verwarming die zorgt voor een hele prettige verwarming in de caravan. Er zijn radiatoren die overal gemonteerd zijn, langs alle wanden. Maar ook in de vloer, dus je hebt ook een vorm van vloerverwarming erin zitten. En de bonussysteem zit er ook in, dus je hebt geen 5 liter water, wat je normaal verwarmd hebt. Maar in ieder geval 10 liter water. En dan kun je dus verwarmen met gas en met stroom. Dat paneel kunnen we hier zien. En wat ook nog kan, hebben ze ons ook net uitgelegd bij de presentatie. Er is een app beschikbaar. Ja, al die dingen ook heel makkelijk via de app kunnen bedienen. Dus alles is dan in één hand te bedienen. Maar die Astella 663, ik vind hem er ongelooflijk mooi uitzien. Kom jullie een keer bij ons in de showroom bekijken. Kijk even op de website of die aanwezig is, www.meerweg.nl. Dan nodig ik jullie uit en dan gaan we alle details voor deze fantastische caravan laten zien. Tot ziens in Doetinchem.